Ja. Ik zie dat het beeld in elk geval nu wel goed staat. Dat is een beetje gek omdat ik een vertraging heb. Dus ik zie alles later als wat er eigenlijk gefilmd wordt. Maar goedenavond, dames, daar zijn we dan weer. Zoals beloofd gaan we iets doen met die jellyplates. Ik wacht even totdat er meer dames zijn die mij gevonden hebben. Het loopt toch lekker op, zo zie ik. Hallo allemaal, hallo Jeanette, was je er ook weer bij? Gezellig, Linette en Wendy. Dat is even een race tegen de klok vandaag overal. Ik zal ondertussen even... Goedenavond, Dorien. Zo leuk als je die teller van kijkers op ziet lopen. Het blijft toch elke keer weer een beetje spannend om dit te doen. Ik heb wel in de gaten, Janine die vond het laatst helemaal geweldig. En die ging meteen zondags nog een keer. En die zegt zoiets van, ik doe het nog een keer. Nou, ik vind het knap. Ik vind het toch elke keer nog wel weer een dingetje. Nou, we gaan vanavond aan de start met een jellyplate en een brayer en inktjes en stempeltjes. Heel veel stempeltjes van Nelly Snellen. Ook laat ik nog even de layered stamps zien, ook van Nelly Snellen. Dat zijn stempeltjes die je op een bepaalde manier over elkaar kunt stempelen en dan met een stempelhulp. Dus er komt weer van alles langs vanavond. Ook laat ik nog een leuke actie zien aan het eind. En ik heb nog wat nieuwe dingetjes meegenomen uit de winkel. Die dus, nou als alles mee zit, morgen waarschijnlijk op de site komen. We hebben ook nog een leuke actie wat betreft deze artikelen van vanavond. Dus ik zou zeggen, blijf kijken en er komt echt heel veel leuks voorbij. Ik ga mijn best doen. Wat ik grappig vind is, ik ga er lekker blanco in. Ik zet even mijn bling uit, want anders dan blijft het blingen. Nou, Darlene Maast, goedenavond. Ik ga van start. De kijkers die wat later komen, die vallen erin en die zien ook nog wel hoe het moet. Ik zal dingetjes ook nog wel herhalen. Ik begin om eerst even een jelly plate uit te leggen. Een jelly plate heb je in heel veel verschillende maten, soorten, merken, nou, noem maar op. Ik heb hier een van de officiële Jelly Arts. Dat is deze Jelly Arts Gel Printing Plate. En dat is een 4 inch. Die is ongeveer 10 centimeter. En dat vind ik eigenlijk wel een heel handig maatje om op kaarten te gebruiken. Er zijn ook mensen die maken journal arts en noem maar op, allerlei grotere werken. Dan zijn er ook grotere jellyplates. En je hebt zelfs een A4 jellyplate. En ook zijn daar natuurlijk weer verschillende mogelijkheden bij. Vanavond laat ik dus even de 10 centimeter zien. Het is een stukje, ja, jelly. Het heet al jelly, dus het voelt ook heel jelly-achtig aan. Weet je wel, die drillpudding-achtige toestand. Van Nelly's. Ja, Nelly heeft ook allerlei jellypleetjes. Deze leg ik op mijn werkmat, waar we dus de vorige keer al heel veel over gehad hebben. Dat plaatje hout met het craft sheet erop geplakt, even aan 4 buitenkantjes geplakt. Niet in het midden, want dan krijg je die naadjes als je dan op je kaarten gaat werken. Goed, ik leg daar mijn jelly plate op. Er zijn meerdere manieren om met een jelly plate te werken, maar ik ga hem vanavond gewoon hierop leggen. Ik pak er nog even een dingetje extra bij. Vind ik ook nog wel leuk om te laten zien. Even een tafeltje erbij. Zo. Nou, wat we gaan doen. Wij hebben een heel leuk setje gemaakt nog. Die komt ook aan het eind van de
film nog even terug met kleurtjes. Ik gebruik vanavond de Memento inkt. Je kan hier ook met verf op. Je kan hier met allerlei soorten en merken inkt op. Als het maar op waterbasis is. Want je moet het er natuurlijk wel weer af zien te krijgen. Dus geen watervaste stazon gebruiken, want die krijg je er niet meer af. Ik neem een braille. In de set zit straks een hele mooie braille van Kippers. Die is ook een hele leuke prijs, moet ik zeggen. Werkt perfect. Maar ik heb hem helaas ergens laten liggen. En ik heb nu dus mijn oude braille nog even. En ik heb even een doek naast me gelegd waar ik hem straks lekker weer op af kan vegen. Een beetje een oude theedoek. Vind ik zelf altijd handig. Je kan natuurlijk ook met een billendoekje, een babydoekje, noem maar op. Ik begin met twee kleurtjes op te zetten. Ik neem dan een doeldrop, lilac possies. En die doe ik in kleine hoeveelheden op mijn jelly plate. Daarboven neem ik een, doe eens lekker gek, een tiel, nee, hoe heet die? Ja, een tiel seal. Ook die zet ik lichtjes op. En dan ga je met je braaier, ga je dit uitvegen, rollen. Rol het dan langzaam heen en weer, dat het niet door elkaar loopt, maar dat je het uitveegt. Want als ik nou zeg maar dit helemaal naar boven zou rollen, dan ga ik die groene en die paarse door elkaar heen rollen en dan is het effect weg. Nou, je hoeft er maar heel weinig op te doen, want je ziet al heel snel een resultaat. Nou is het een makkelijke manier, of makkelijk, de simpelste manier is natuurlijk om gewoon een leeg blaadje erop te drukken. En dan krijg je dus alleen die cirkel te zien. Daar zal ik mee beginnen. Ik leg hem op mijn papier. Veeg er overheen met mijn vingers. En je kan ook zeggen van, goh, ik rol hem nog even met de braille. Dat kan ook. En dan til je hem er langzaam weer af. Dan zul je zien dat je een hele mooie subtiele achtergrond hebt gekregen. Verder zonder figuurtjes of zo erin, want ik heb er niks aan gedaan, alleen maar inkt aangebracht. Nou, ik vind het ook wel weer leuk om er een figuurtje in te brengen. En heel veel van jullie hebben vast wel masks. Ik neem even dezelfde kleurtjes, dan kan je het verschil een beetje zien. Kijk, ik doe haast al een beetje te veel, maar goed. Ook deze rollen we weer uit, zodat het mooi verdeeld is. Dus niet te veel naar boven en naar beneden, want dan ga je echt het roze en het blauwe mengen. Maar heel lichtjes rol je dit uit. Nou, dan vind ik het genoeg. Dan rol ik mijn braaier, ik zal het even laten zien, op een oude theedoek rol ik hem uit. Wat je ook kan doen is op een vel papier uitrollen en aan het eind van je werkstuk heb je dan naast je weer een hele nieuwe achtergrond gecreëerd. Kan ook nog. Goed, ik neem het volgende papiertje. Die leg ik weer over mijn jelly plates. Maar nu ga ik er eerst een mask tussen leggen. Nou, er zijn heel veel soorten en maten masks. Ik pik er me zo een uit die ik het eerste in mijn handen krijg. Die leg ik erop. En daarna leg ik mijn papiertje erop. En dan ga ik er even weer met de braaier overheen. Het is op zich, de jelly plate die is op zich vrij plakkerig. Dus het blijft allemaal netjes liggen. Kijk eens, heb ik een mooie kruislinkse achtergrond gemaakt. Dus zo kan je er weer figuurtjes in doen. Laat je dit nou... haal je nou de masker af, dan zit er dus nog inkt op je plate van wat onder je mask zat. Neem je die weer een leeg papiertje, leg je die daar weer overheen. Even aanduwen of even weer wat ik net deed met de braille eroverheen. En dan zul je zien dat je positieve en negatieve afdrukjes krijgt. Zo wordt het heel subtiel, heel licht. En zo was de eerste. Ik hoop dat ik het zo een beetje goed vasthoud, dat jullie het kunnen zien. Het is wel heel licht om te zien, maar ik hoop dat het een beetje
beetje beter gaat. Wendy, ik gebruik speciaal papier. Eigenlijk kan het wel met heel veel papier als het maar glad is. En zelf ben ik een hele grote fan van het mixed media papier van Strathmore. Dat is een 190 grams papier. Wat nou nagenoeg mooi wit is. En mooi van kwaliteit. En je kan er met allerlei materialen op werken. Want het is een mixed media. Dus je kan er ook op met distress inkt of nou ja, noem maar op. Eigenlijk kan het van alles hebben. Het is niet een hele dikke. Ik gebruik hem ook voor mijn plaatjes inkleuren, stempels inkleuren. Maar wil je echt gaan zwaar aquarelleren, dan zou ik een iets dikkere nemen. Maar dan heeft een Strathmore ook een dikkere variant. Nou goed, ik heb dus nu al in de gauwigheid 3 afdrukjes gemaakt. 1 hele effen, wat eigenlijk ook wel heel mooi is. En 1 met een positieve en een negatieve. Ik ga nu even mijn jellyplate schoonvegen. En je kan natuurlijk ook meerdere kleurtjes door elkaar gebruiken. Ik zal zo nog eentje maken met andere kleurtjes. Dan leg ik deze even opzij. En dan gaan we dit cirkeltje even leuk versieren. Nou, welke zullen we eens nemen? Ik neem de hele lichte. En ik neem even een stempelhulp. In dit geval heb ik even de Nelly Slaven. En dan leg ik mijn afdrukje van de jellyplate in. En dan heb ik hele leuke fairy stempeltjes. Het zijn allemaal kleine leuke elfjes. Ook weer van Nelly Snellen. Dat zijn 5 verschillende elfjes. En daarmee ga ik even een leuke versiering opbrengen. Nou, dit elfje mag daar. Dus een beetje zwarte inkt. Ik gebruik nu even de VersaFine. Ik vind de VersaFine is het mooist gedetailleerd om afdrukken mee te maken. Dan moet je wel een goeie hebben, want bij mij zijn de kussentjes eraf. Ik weet met al die workshops, hè, dan wordt het er niet beter op. Oh, deze is wel goed. Deze is beter. Nou, die druk ik hierop. Even kijken, is die mooi? Daar nog een beetje, niet te hard duwen, want dan zakt een clearstamp zak door. Ik ga hem er even schoonmaken. Dan gebruik ik weer mijn groene favoriete doekje, de Stamp Chamois. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Dus daar kan je alles over vinden in het eerste live filmpje. In een doosje met een gaatje voor de stank. Mocht die eens gaan, als je hem niet vaak gebruikt, komt er een luchtje aan. Even kijken, ik heb nog een leuk zittend elfje. Die gaan we ook even gebruiken. En ik vind dat deze dame wel hier mag. Deurtje weer dicht. Ik neem mijn stempel weer mee. De zwarte inkt erop. Deurtje weer dicht. Ja, die elfjes zijn echt super leuk, hè, Roelie? Kijk nou, is toch geweldig. En even weer met mijn lievelingsgroene doekje. Volgens mij zien jullie alleen de elfjes en niet de achtergrond. Ik zal proberen om dat dichterbij te halen. Of het zo duidelijker is. Nou, dan zul je denken, ja, nou heb je zo'n vierkant papier en nu? Nou, je kan zeggen, ik snij hem ronduit, of ik knip hem ronduit, of ik, nou ja, ik maak hem rond. Je kan hem vierkant snijden. Wat ik zelf wel erg leuk vind, is om er nog even een doedelrandje langs te zetten. Ik heb hier nog even een pen bij de hand. En die maak ik in dit geval streepjes. Ja, nette aloes zijn mooi piepie volgens mij. Wat bedoel je met piepie?
Oh, ik krijg hier een hele leuke vervelende bromvlieg om mij heen. Maar goed, ik ga rustig verder. Heb je hem nu voorzien van een doedelrandje, dan kan je hem uitknippen. Ik zal dat ook even doen. Je kan hem ook uitstansen, maar ik ga even voor het knippen, want anders heb ik weer zo'n heleboel lawaai. En dan moet ik de machine weer naast me zetten, want die heeft even plaats moeten maken voor alle attributen van vanavond. Zo. Nou, nou kan je hier nog een vierkante kaart weer onder doen. Waar is mijn vierkante kaartenkarton? Je kan er natuurlijk ook een kleurtje onder doen. Nou ja, noem maar op. Je kan er zoveel mee doen. Ik neem hem even zo. Dan plak je deze erop. En dan kan je eventueel ook nog zeggen van ik doe er een leuke tekst bij. Nou, dan kan ik jullie alvast iets laten zien. Want ik heb hier heel veel leuke nieuwe teksten. Dat verdient een bloemetje. Ik wens je verjaardag. Ik was je verjaardag niet vergeten. Ik dacht er alleen niet op tijd aan. Alsnog gefeliciteerd. Oh, dat is twee keer dezelfde heb ik mee. Een hele fijne dag. Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft niet te zoeken, je kunt het ook zijn. Nou, erg mooi. Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. Ook weer hele passende teksten voor bepaalde. Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak gewone momenten bijzonder. Nou, dan nog fijne feestdagen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Welkom, lief klein wondertje. Gefeliciteerd. En dan kan je kiezen uit een hele rij met jullie nieuwe woning, met jullie nieuwe baan. Verjaardag, geboorte, zwangerschap, huwelijk, communie, diploma, rijbewijs. Allemaal hele leuke teksten. En ik heb ze niet eens allemaal meegenomen. Als het allemaal een beetje mee zit en de hectiek is morgen in de winkel niet al te groot, dan zullen ze vast in de winkel liggen en op de site komen te staan. Mocht het morgen niet zo zijn, dan komen ze er vast overmorgen op. Even kijken, wat wou ik doen? Ik kan hier eventueel nog een kleurtje achter doen. Even kijken. Pak ik even een kartonnetje in het. Nou, we gaan eens lekker in het roze. Dat is wel leuk. Oké, nou, ik plak deze even met mijn Joy. Met de lijmflesjes waar we het zoveel over gehad hebben. Ik ben alleen mijn touwtje kwijt. Dus ik moet altijd mijn dopje even goed in de gaten houden dat ik die niet kwijt ben. Even kijken. Ja, ze zijn gaaf hè, die Nederlandse teksten. Ja, Mirjam, je kan ze zelf brushletteren. Maar helaas ben ik daar niet zo goed in. Dus ik ben heel blij met stempels. Maar ik neem aan dat jij dat lekker wel allemaal zelf gaat schrijven. Met je brush, penselen en pennen en stiften en noem maar op. Normaal zou ik dit even heel netjes met de stansmachine doen. Maar zo gaat het ook. En dan hoef ik niet zo heel veel lawaai te maken. Nou, kijk. Die kan weer weg. Deze nog even. En niet te veel lijm, hè, dames. Ik zie heel vaak enorme klodders lijm langskomen. Even zien, die doen we zo. Nou, en als je daar dan zo'n leuke nieuwe tekst overheen zou zetten. Ik leg hem er even zo bij, is toch helemaal super. Je kan zo een heel snel bloemetje, een heel snel lief kaartje maken. Je kan hem nog voorzien van wat glittertjes. Ik ga hem even weer dichterbij halen, want hij ziet er erg bleekjes uit volgens mij in de video.
Hectiek in de winkel, Janine. Waar? Ja, ik weet niet. Ik ben in reizen geweest vanmiddag weer. Want het was in zo'n hobbywinkel, daar was het vreselijk druk. Bestellingen, pakjes, nou, noem maar op. Dus ik heb daar de dames een beetje geholpen wat ik kan. Dus ja, een hobbywinkel in reizen. Volgens mij heet het Hobby Vision waar ik ben geweest. Oké. Dat was één. Wat zou ik nog meer laten zien? Ik zal nog even eentje doen met andere kleurtjes. De jelly plate leg ik op. Je kan trouwens ook stempelen met je jelly plate, hè? Heb je een groot acrylblok. Ik zal de mijne even pakken zonder dat ik weer alles van de kant gooi. Heb je toevallig een groot acrylblok, dan kan je hem ook zo gebruiken dat je hem zo vult en dan op je kaart duwt. Dat kan ook. Gaan we dat nu even doen. Ik neem weer een beetje inkt. Twee keer, drie keer stippen is echt ruim voldoende. En wat nemen we nu? Wat hebben we gehad? We nemen nu een donker paarse. Mijn braaier. Nou, inmiddels heb ik al lekker veel troep gemaakt. Mijn braaier even. Rol hem weer zachtjes uit. Heel voorzichtig ga je hem gewoon heel losjes over je jelly plate. Dan neem ik nog weer even een papier. Oh, die heb ik al gebruikt. Een papiertje. Weer van het Mixed Media boekje. Erg fijn papier. Ik leg er deze keer eens niks over. Dus hij blijft gewoon effen. En ik leg hem neer. En dan kan je hem dus, doordat hij op een acrylblok zit of ergens anders op zit, kan je er dus ook mee stempelen. Nou, dat ga ik even laten zien. Dan duw je hem op je papier. En dan haal je in dit geval je jelly plate van je papier af in plaats van je papier van je jelly plate. Nou, zo heb ik weer een achtergrond. Ik hoop dat hij niet weer al te licht is voor de camera's. Kleine trechtertje. Ik probeer ook even mee te lezen, maar flesje met lijm zorgen dat je hem warm maakt met je handen. Loopt die beter? Oké. Het touwtje is te dun. Welk touwtje is te dun, Melta? Oké, ja. Oh, jullie hebben ook de oplossing al gevonden. Ja, jullie hebben het volgens mij over die kleine flesjes. Als je deze opendraait. Kijk, dan is dit de opening. Nou, dan kan je toch echt wel met een Dutch doobadoo lijm dit vullen, volgens mij. Kijk, dat loopt er zo in. Nou is die van mij bijna vol, dus ik doe er niet meer in. Dan stroomt die over. Maar dit zijn echt hele handige flesjes, hoor. Ik ben alleen mijn houdertje van het dopje kwijt. Die is er mij afgeknapt. Eigen schuld. Maar ik kan hem altijd nog hierop zetten. En dan kan je zeg maar heel gedetailleerd lijmen. Voor hele kleine dingetjes. Super flesjes. Nou, goed. Maar daar hadden we het niet over. We waren aan het jellykleten. Goed. Ik heb nu het groen en het paarse gebruikt. En hier overheen zou je ook nog weer kunnen stempelen met je jelly plate, maar is een beetje tricky. Ik zal het laten zien wat er dan gebeurt. Even zien, we nemen een andere kleur paars en de blauwe. Die rollen we weer zachtjes uit. Het is echt een beetje aaiwerk, zeg maar. Je hoeft niet hard te duwen. Je kan het heel lichtjes aaien. Nou, dan leg ik er weer een mask tussen. Even kijken, dan heb ik nog een leuke mask. Nou, hoppakee. Deze met de ballonnetjes vind ik wel grappig. Die leg ik erop. En dan kan ik dus met deze jelly plate op mijn acrylblok kan ik wat
Ja, nou zit ik jullie in de weg natuurlijk. Maar dan kan je zeg maar nog een keer, als je dat durft, over je vorige afdruk. Haal ik hem eraf en dan heb ik dus mijn ballonnetjes erop staan. Zo kun je dus ook weer spelen met een jelly plate. En hier kan je nog weer die leuke elfjes op doen. Even zien, ik had nog een elfje met een deze. Die vind ik hier wel leuk bij tussen, denk ik. Ja, die komt daar. En ook die elfjes kun je natuurlijk in allerlei kleurtjes maken. Ik ga meestal wel voor het zwart. Komt die goed over. Even mijn stempel weer schoonmaken. Of mijn stempel weer schoonmaken met de stampjammy. Even kijken, waar had ik die gelaten hier zo? Nou, en zo kan je dus zeg maar met een jelly plate allerlei kaartjes maken. Wat ook erg leuk is om je kaart rond te laten. Dus allerlei ronde lagen op elkaar te plakken. Even kijken, we hadden deze nog. Je kan er ook erg leuk twee naast elkaar maken. Dat kan ik ook nog wel even laten zien. Ik had net de paars en de groen gebruikt. Dus ik veeg hem even weer schoon. En wat doen we ernaast? Ik doe nu weer de groen. Met de paars. Maar dan doe ik de paars aan de bovenkant en de groene aan de onderkant. Dan gaan we heel lichtjes dit uitrollen. Let er wel op dat je altijd goed van de kant begint. Dus niet middenin, maar dan krijg je een streep. Dus echt goed van het begin tot het eind uitrollen. Nou, dit is mijn eerste kaart. En dan zet ik er deze. Je kan ook zeggen van ik dek dit nog even af. Kan ook, is ook erg leuk. Maar dan moet je zeg maar nog zo'n cirkel hebben. Toevallig heb ik hier een cirkel liggen. Dan dek ik die vorige cirkel dus even af. En dan stempel ik min of meer met de jelly plate mijn tweede cirkel ernaast. Wat voor doekje gebruik je om je inkt weg te halen? Dat is een stampjammy. Daar haal ik dus nu ook even de inkt mee van de jelly plate af. Daar hebben we de vorige keer al van alles over verteld. De stampjammy is eigenlijk een doekje waar je alle stempels mee schoon kan maken. En alle, hoe heet dat? Alle stempels mee schoon kan maken. En ook de Stazon inkt zelfs mee schoon kan maken. Ik gebruik hem overal voor hoor. Voor inkt wel. Maar niet, even zien. Wat wil ik nou zeggen? Ook voor Stazon. En, oh ja, dat wil ik vertellen. Als die dus heel smerig is. Dan leg je hem even in een badje van bleekwater. Laat je hem een tijdje inleggen. En dan spoel je hem na die tijd helemaal goed uit met een handsopje. Totdat hij echt goed schoon is, dat er geen schuim meer uitkomt. Dan doe je hem even weer in een bakje. Ik heb er wel een klein gaatje in gemaakt. En anders is het zo afgesloten en wordt het een beetje een stank. Komt er een luchtje aan? Goed. Mijn braaien maak ik wel schoon. Ik had net al even heel stiekem laten zien dat ik dus een oude theedoek heb. Met een beetje vocht waar ik dus mijn braaier op uitrol. Maar dat is buiten beeld. Dus het past niet allemaal in het beeld wat ik aan het doen ben. De braaier die maak je wel schoon. Want anders krijg je dus de gekste kleurtjes door elkaar. Je kan hem dus ook schoonmaken op een papiertje. Waar je dus, wat je dus naast je legt. En aan het eind van je werk heb je dus naast je weer een hele leuke creatie van kleurtjes gemaakt. Goed, dit is dus mijn duo afdruk. De ballonnetjes met het elfje en de lege afdruk, zeg maar.
Nou, hier kan je ook weer een leuke tekst overheen stempelen. Je kan hem vierkant uitsnijden. Nou, noem maar op, je kan er van alles mee doen. Hebben jullie hier zo nog vragen over het jellyplate gebeuren? Ik kan het allemaal niet zo snel lezen en werken en lezen. Even zien. Alice Albers, ja, we moeten al zoveel doen. We blijven bezig. Ja, we blijven bezig. En het is ook allemaal zo leuk om te doen, hè? Filmpje. Ja, dubbele cirkel. Ja, je kan van alle cirkels maken naast elkaar, over elkaar. En dit was de eerste. Nou, de eerste was meteen al een hele mooie, vind ik zelf. Mooi rustig. Hoeft eigenlijk niet eens veel, heel veel meer op als een mooie tekst en een doodelrandje. Dan zeg ik van, hij is klaar. En als je dan die hele grote tekst zo erop zou stempelen. Kijk, deze moet weer in de winkel, dus ik laat hem mooi dicht zitten. Maar al die mooie nieuwe teksten die dus komen, die ja, is eigenlijk al voldoende bij zo'n mooie achtergrond. En vooral als je een beetje een gevoelige tekst hebt, hoeft er van mij niet zo heel veel tuurlantijntjes bij op. Dan zou ik hem gewoon in het rond uitknippen. Mooie tekst erop en op een beetje een zacht blauw kaartje plakken. Nou, een jellyplate, daar hebben we gehad. Ik zou even kijken. Hebben we nog vragen over de jellyplate? Nou, daar kom ik straks eventueel ook nog wel weer over, op terug. Dit was dus het kaartje. Jellyplates door de Maas. Dit was een kale jellyplate afdruk met twee kleurtjes. Dit was de positieve en de negatieve. Dus het restje wat erop zit. Nadat we deze hadden gemaakt, zit er nog een restje op de mal die je ook weer kan afdrukken. En dan hadden we de duoprint. Nou, en dit is alleen nog maar gedaan met vier kleurtjes Memento inkt. Je kan er allerlei inkt op doen en ook de grote mixed media mensen die mogen dit graag doen met verf. Ik ben er zelf niet zo'n fan van verf, maar ieder zijn ding. En dan wil ik jullie nog even laten zien over de layered stamps. Ik pak hiervoor even een stempelhulp. Dan kan deze aan de kant. Daar heb ik geen mooie roze snijmat trouwens. Mijn tweede al, want de eerste was een kleine en die was voor mij geknoei iets te klein. En toen was ik in de winkel en voilà, daar staat een hele mooie grote. Ja, die moest natuurlijk ook mee. Even zien. Dan heb ik mijn layered stamps. En ik gebruik hiervoor ook weer even het mixed media papier. Maar wat ik nu ook ga doen is de achtergrond die ik net gemaakt heb met de jelly plate. Even spieken waar die is, de mooie. Die ga ik nou voorzien van de bloemetjes. En die bloemetjes die worden in laagjes gestempeld. Dus nu zet ik mijn jellyplate achtergrond vast in mijn stempelhulp. De Nelly's Choice stempelhulp. En dan pak ik mijn driedelige set. Er zijn meerdere soorten van. Dus de deel 1 met mooie... Oh, hoe heette die bloemen ook alweer? Geen idee. Ik ben niet zo'n... Ja, ik ben wel een bloemenmens, maar deze kan ik even niet opkomen. Daar hebben ze een hoek van, een lange strook en twee cirkels. Nou, ik heb hier nu cirkel LSE 002. Die laat ik jullie even zien. Je hebt dan 1, 2, 3 delen die je over elkaar moet stempelen. De ene deel is met blaadjes. Het tweede deel is met bloemetjes en wat stipjes. En een deel is met de bloemetjes. Dan zit ik zelf even te spieken of er een nummer op staat. Maar volgens mij niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik begin met de bloemen. En die bloemen die leg ik op mijn
net gemaakte achtergrond van de jelly plate. Ik doe de jelly plate dicht en weer open en ik neem een roze tint, de Lilac Posies. En daarmee beïnkt ik de bloemetjes. Zo, meteen weer mijn dekseltje erop. Ik zit wel erg naast de lijntjes, zie ik. Maar goed, mag de pret hopelijk niet drukken. Wij gaan nu zien dat dit de eerste laag bloemetjes is van de cirkel die ik ga maken. Ik maak hem meteen weer schoon. Dit was deel 1. Dan heb je weer een lading bloemetjes, een cirkel. Ik zie ergens een vraag voorbij. Wat is de prijs van de jelly plate? Nou, er zijn meerdere soorten jelly plates. Ik heb nu de 4 inch. Die is €18,95. Maar als je even wacht, er komt straks een hele leuke actie voorbij. Even zien. Deel 2 van de bloemetjes. Nou, dat is even lege plekjes weer zoeken waar die dus tussen past. Zo. Als je hem één keer zo vierkant hebt gebruikt, is het tweede deel ook vaak zo vierkant. Dus dat is niet zo heel moeilijk om te vinden. Die leg je er weer op. De deur weer dicht en de deur weer open. En dan neem je een andere kleur inkt. Ik neem nu de lavendel. Het is een hele lichte, dus ik hoop dat die zo te zien is. En dan gaan we deze tussen de vorige bloemetjes stempelen. Kijk, en zo heb je al. Ik weet niet of het voor jullie wel te zien is. Ik ga hem even dichterbij houden. Ik zal even meespieken. Zo heb je dus al twee laagjes bloemetjes tussen de jelly plate. Of op de jelly plate afdruk. Even mijn deel 2 weer schoonmaken. En die kan weer op de sheet. En dan hebben we nog een derde deel. Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Die doen we in het groen. Die ronde bloemenstempels, die zijn ook van Nelly's Choice. Van Nelly Snellen. Herma, zag ik volgens mij de vraag stellen. Even kijken. En dan is het nu even een beetje. Ik zit mezelf een beetje in de weg vanavond met het licht. Ik had het hoekje zo, hier is een hoekje af en die hoekjes is eigenlijk de bedoeling dat die maar goed, daar heb ik even niet op gelet, foutje van mij, ook ik doe dingen fout. Nee, toch zo. Oké. Mocht je deze stempels nu ook willen gebruiken, er zijn hoekjes af. En die hoekjes is dus de manier waarop je ze op elkaar legt. We nemen nu een groene kleur. Want blaadjes zijn meestal groen. In de mooiste tijd van het jaar. Nou, en zo heb je een prachtige cirkel van bloemen op een achtergrond gemaakt met een jelly plate. Eigenlijk heel simpel, maar super leuk om te doen. En je kan er heel veel creaties meer mee maken met mask of met andere dingetjes die je erop legt. Het hoeft niet eens met een mask. Je kan ook een stukje papier op je jelly plate leggen. Daar krijg je dan ook al een figuurtje van. Dus al dat soort dingetjes is te doen. Je kan hier nog een leuk doodelrandje langs zetten. Je kan er een tekst in stempelen. Ja, noem eens op. Dat kan zoveel, hè. Ik zal even kijken of ik nog een 1, 2, 3 tekst bij de hand heb. Dan kan je het een beetje. Het is wel een oudje. Maar dat maakt niet uit. Ik pak gewoon even wat hier voor me ligt. Dan krijgen jullie even een idee hoe het eruit kan zien. Zo. Mijn inkt. Ik neem weer een zwarte. Die komt mooi helder over.
Dat is voor jullie denk ik het beste te zien. Nou, kijk eens. Heel simpel, een hele leuke kaart gemaakt. Wat je ook nog kan doen is om hem even nog wat doedelrandjes te geven. Ja, ik ben zelf gek van doedelrandjes. Vind ze erg leuk. Brengt altijd net iets extra's op een kaart. Ik zal even hier een... En doedelrandjes, dat zijn randjes die je zelf verzint. Met rondjes, met streepjes, met kruisjes, met pijltjes, nou ja, noem maar op. Ik maak hem nu met een lange streep en dan drie kleine rondjes. Dat is een van mijn favoriete doedeltjes. Of met kleine kruisjes, vind ik ook erg leuk. En dan krijgt de kaart al meteen iets extra's. Kan gewoon met allerlei zwarte fineliners. Nou, ik zal hem nog een keer even dichtbij. Nee, de jelly plate past inderdaad niet in een stempelhulp. Hij kan eventueel wel als je hebt op een hele grote clearblok. Dan kan je ermee stempelen. Maar een jelly plate wordt vaak gebruikt liggend. En dan leg je de papier bovenop. Nou goed, dit is dus mijn jelly plate kaart met de layered stamps erop. Zal ik jullie nu de leuke actie laten zien. De leuke teksten hadden we al gehad. Die komen dus... Nou ja, wat ik net al zei, mocht de hectiek niet te groot zijn morgen, dan komen die waarschijnlijk morgen in de winkel. En dan hebben we een hele leuke actie. Dat is een jelly plate die ik gebruikt heb nu, de 10 centimeter. Met 1, 2, 3 en 4 en 5 leuke elfjes. De elfjes die ik net gebruikt heb. Dan heb ik een braille erbij. En nou komt het, want nou ben ik de prijs vergeten. Even zien. En 1, 2, 3, 4 maal de Memento inkt. Dit setje zal ik even voor jullie spieken, want die staat in de Hobby Vision site. Even kijken, die hele actieset die ik nu laat zien, die... Oh, ik zie trouwens dat de stempels er al in staan, Janine. Oh jee, morgen weer hard aan het werk. Nou goed, je krijgt dus 1, 2, 3, 4, 5 fairy stempels, een jelly plate, een briar en 4 stempelinkjes. Nu voor de actieprijs te bestellen van €42,95. Ik zal straks even de link... plaatsen. Mijn jelly is dunner. Ja, dat klopt. Er zijn verschillende merken, verschillende maten, verschillende soorten. Wauw, Wendy. Ik heb ook zoiets van hebben. Is zo mooi. Wat ik net zei, de jelly plates zijn in verschillende maten en soorten. Er zijn ook setjes van met een driehoekje en een klein vierkantje. Eerlijk gezegd doe je daar weinig mee. Wij kaartenmaaksters tussen haakjes gebruiken eigenlijk alleen de 4 inch jelly plate. Omdat die mooi van formaat is. Die is een 10 centimeter. Nou, deze set had ik gezegd. Ik zal hem straks even met een link in de groep gooien. €42,95. Nou, 5 leuke stempels. Een braille. De jelly plate. En 5 leuke kleurtjes inkt die ik net gebruikt heb. Helemaal super leuk. En dan heb ik nog iets leuks te vertellen. Wij gaan vanaf, even denken, 7 september is er weer wat nieuws in de winkel. Dat wordt Created. Misschien hebben jullie er al wel iets van gelezen. Created, dat zijn hobbyochtenden waarbij je kan aanschuiven voor €5. En je dan iets kan maken.
Dit wordt gegeven op de evenweken in de winkel. Het zijn workshopjes van ongeveer 1,5 uur. En de eerste wordt gegeven op 7 september van 10 tot 11:30. Of van 10 tot 11:30 en van 11:30 tot 1. Dus we hebben 2 rondes. En bij deze gaan we een... Oh nee, ik kan het recht laten zien. Samen een bakkie doen. Een stempel. En dan gaan we deze... Ja, leuke gift set maken. Het is een doobadoom mal wat we als basis hebben. Met een mal voor een lekker theetje. En hier zit nog een doosje in. En in het doosje zit hopelijk nog... Ja, hij zit er nog in. Een stuk chocola. Nou, vind je het nou leuk om met een groepje te knutselen? Dan kan je daarvoor opgeven, ook via de site. En voor 5 euro mag je dan gezellig meekomen doen. En de meeste van deze dagen zal ik gaan geven. En hoe het in de toekomst allemaal gaat verlopen, ik heb geen idee. We gaan er gewoon mee beginnen en we zien wel hoe het loopt. De eerste is dus op 7 september. En je kan je even opgeven via de site. Nou, hebben jullie nog vragen? Moet ik iets nog een keer laten zien? Of wat willen jullie? Nee, niet stiekem gesnoept. Ik ben best wel druk bezig om eindelijk eens weer wat te minderen. Dus het snoepen is er voor mij voorlopig niet bij. Maar ik heb nog 2 kids en ik denk, nou, wie weet. Maar hij zit er nog netjes in. Vragen heb ik nog niet voorbij zien komen. Ik vond het weer leuk om jullie wat te laten zien. Met de layered stamps en de jelly plate en inktjes en de nieuwe dingetjes. Dus er was weer van alles te bekijken en te zien. En de volgende video gaat Janine weer doen. Veel plezier dan alvast en fijne avond. En ik zal straks de hints geven van de setjes. Veel plezier nog. Tot ziens.